kijkers, we hebben in de studio mevrouw Sylvia Ang. Ze is managing director van twee mooie resorts. Alleen als je op de namen afgaat, weet je dat het mooie resorts zijn. Ze is managing director van Anola en Akira Resorts. En met haar gaan we praten over onder andere haar deelname aan de ACS Expo of aan de ACS beurs. Mevrouw Ang, welkom. Dank u wel. En hoe bevalt het u tot nu toe? Ja, het bevalt goed. Het is natuurlijk voor het eerst dat wij met zo'n activiteit meedoen. Ja. En goede hoop bevalt zeker goed. Ja. U heeft twee resorts op de beurs staan. Mogen we weten waarom? Het toerisme moet gepromoot worden natuurlijk. We hebben een mooi product hier in Suriname. Behalve het resort dat het mooi is, maar ook toeristische producten die wij ook moeten gaan promoten. En nu is de gelegenheid daarvoor geboden. Hè. Moeten we gewoon alle gelegenheden aanpakken. Ja, waarom zou men voor Akira en Anola kiezen? Kijk, natuurlijk zijn er nog meer mooie resorts en mooie producten in Suriname. Ja. Maar we hebben toch onze resorts en een van de, denk ik, weinigen die dan toch wel op wat een hoger niveau zijn. We zijn ook niet de goedkoopste, dat is een vraag die dan direct gesteld wordt. We zijn ook niet de goedkoopste, maar we bieden wel kwaliteit. En wij hebben vrij veel gasten uit een buitenland, dus op internationaal niveau. En wij zijn eigenlijk erkend door een aantal buitenlandse agenten. Ja. Dus daarvoor promoten we dat heel graag. Heeft u kunnen meten uit welke landen die gasten komen? Overwegend, onze gasten komen natuurlijk uit Nederland. Dat is vanzelfsprekend eigenlijk, vanwege de relatie met Nederland. Maar de laatste tijden zien we toch wel wat meer andere landen, zoals nu met de komst van oil en gas, moet je vergeten. Verschillende landen komen dus nu. Canada, Amerika, Mexico. Dus, en ook de komst van oil en gas, daar moeten we allemaal voorbereid zijn. Ja, een van de zaken tijdens deze ACS-conferentie, vooral dat businessgedeelte, is dat Surinaamse bedrijven gaan netwerken. Is dat gelukt bij u? Ik ben zelf niet echt, om eerlijk te zijn, heel actief geweest. Ik vond wel dat programma erg interessant, dus vandaar dat ik constant weg ben. Ja. Maar de weinige tijden dat ik besteed, dat ik op de beurs ben, ja, zeker. Ja. Heb ik toch wel kunnen netwerken en zelfs in het vliegtuig kwam ik ook een aantal participanten zeg maar, tegen. Ja. Ook daar natuurlijk heb je 8 uur de tijd om te gaan netwerken. Mm-hmm. En u zei eerder, uit Nederland komen de meeste toeristen of gasten. En straks met oil en gas ook verwacht u een boom, om het zo te noemen. Maar is men in de regio wel geïnteresseerd in wat Suriname te bieden heeft op toerismegebied? Laat me zeggen, in het verleden is natuurlijk van alles geprobeerd om Suriname te promoten. En net als Surinamers zelf eigenlijk, de Caribbean, hebben gauw de neiging om naar Amerika te gaan, naar Miami, dat soort dingen. En Suriname heeft natuurlijk niet de naam om de White Beaches en de Blue Sea. Maar we hebben andere dingen te bieden. Andere schoonheden. Andere schoonheden, zeker die dan andere landen niet hebben. Van de Caribische landen zelf niet echt veel hoop, dat vinden wij. Maar wij hopen natuurlijk op een, kijk, als de ACS, zoals wat wij dus nu eigenlijk naartoe willen streven, is een soort connectie met elkaar. En dat je gewoon een tour kan formuleren naar Suriname en nog naar andere Caribische landen. Dat moet wel kunnen werken. En die diversiteit, we hebben de Amazon jungle hier, we hebben de Sula's, we hebben dan onze cultuur, die dan nergens anders ook kunnen, weinig in de Caribische landen, behalve Jamaica, onze Maroon mensen. Uh-huh. Dat kunnen we allemaal promoten. En dan in combinatie met Blue Sea en beaches. Ja, dat lijkt me zo mooi. En vandaar dat de minister Ramdien ook had gezegd, verhoging van de connectiviteit en daar wachten we op. Ja, dus altijd het moment zal er volgens u komen dat we die boom krijgen, dat iedereen bijna naar Suriname wil gaan om
de schoonheden te zien, om het zo te noemen. Laten we zeggen, die hoop houden we vast. Ja. We moeten hoop hebben. En ik heb er wel belief in. Vooral zelfs met de common oil and gas, want het is niet alleen maar mensen van Amerika of van Canada, maar ja, ook via een, van de CARICOM, van de Caribbean. Dus nou, waarom niet? Ja. Oké, okay, we gaan afsluiten, mevrouw Ang. Misschien wilt u nog wat met ons delen, tot slot. Nou, en, ik hoop maar dat het een, deze een vervolg krijgt. Dat een, de overheid, ik ben er wel blij om, dat de overheid toch wel nu eindelijk inziet wat het toerisme voor het land betekent. Dank u wel en succes. Alsjeblieft.